deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even op die abonneerbutton. Blijf van alles op de hoogte. Dus picobello en geniet ervan. Dus ik heb even een rondje gelopen en ik ben een heerlijke tosti aan het maken. Die is klaar. Hard, 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 hard. Feeling hard, 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 hard. Ja. Hopla, het is een beetje uitgelopen, maar goed. Dat is van het heerlijke brood, wat Linda altijd eet. Alleen Linda houdt een restjes houdt zo. En die kan ik dan eten, hè? Weet je. Maar goed, ik ga even lekker eten, lekker lunch en dan neem ik jullie vandaag gezellig mee. Eens even kijken of de tweede ook klaar is. Ja. Heerlijk. Helder, heerlijke tosties, ja. Ja, het is vandaag een beetje wisselvallig weer vandaag. Dus ja goed, vanmorgen reed ik weg, scheen het zonnetje. En ja, ben je net klaar met alles hier, want ik heb de wc's badkamer heb ik gedaan. En ja, we beginnen te druppelen. Maar ja, dadelijk is het wel weer droog, dus maar ik ga heerlijk nog eten. Zo, ik heb hier alles heb ik opgeruimd. Wat hier op de aanrecht heb ik gezet, staat in de vaat. Dus daar ben ik helemaal klaar mee. Wat ik al zei, ik heb hier een en ander gepoetst. Dus dan is dat ook weer schoon, de wc's en de badkamer. Dan ga ik dat zo even opruimen. En dan is weer hier alles weer mooi schoon. Ja, en even de spulletjes ook even terugzetten. Dat gaan we doen. En dan kan ik me daarna heerlijk gaan douchen. En ik heb lekker gedoucht. Ja, dat is klaar. Ja, ik had jullie ook even op de oplaaier. Dan ga ik mijn schoenen even aandoen. Als ik die aankrijg. Dat is één. Komt de volgende. Ja, ik heb van die instappers. Dat is wat makkelijk. Hoef ik mijn veters niet te strikken. Kijk, hop, en mijn schoenen aan. Linker of flinker. Want ik was van plan om even weg te gaan. Wat is nou het geval? Linda komt strakjes thuis, over anderhalf uur. Dan is met een vriendje mee. Dus die is daar spelen. Die hoef ik niet te halen van de bezo. Dus die gaan we strakjes pas halen, ik en Linda. En dan, ik ga zo ook even naar het tankshow, want ik heb 3 dagen niet kunnen tanken. Omdat ik een andere scooter had, maar goed. Dus dat moet ik sowieso nog doen. En ik moet nog even de stad in. Wat het is, dat zie je later. Van nu ga ik scooter aandoen, jas aandoen. En dan gaan we die kant op. En dan geniet er in ieder geval van. Ik heb de jas aan, op naar de scooter. En haal hem op voor de veiligheid. Dan gaan we er vandoor. Yes! En ik ben bij Tankson op hele baan ben ik aangekomen. Ja. Dus, dan gaan we even tanken. Ja, ja. De scooter rijdt niet op water, hè. En daar. Dat is het, de shop. De shop. Ja. Maar deze scooter gaat iets meer benzine in. Als de rest. Moet ik zeggen, dus. Ja. Het is klaar. Dopje erop. Dan gaan we betalen binnen, ja. Ja, ja. Ik heb betaald, dus. Dan ga ik de helm opdoen en dan gaan we er weer vandoor. Yes! En ik ben in de stad beland. Ja, bijna. Ik ga heel even naar een winkel toe. Anders ga je niet naar de stad toe. En dan laat ik zo zien daar wat ik ga doen. Zo, dan ben ik hier. En daar is een groep mensen. En er is eentje die geeft rondleiding hier doorheen. Ik ga allemaal van die mooie bijzondere gebouwen te zien. Waar ze op geschilderd hebben en alles. Dus ja. Zo loop ik even door de stad. Nou, ik moet even zoeken waar het is en dan komt alles dik in orde. Ik heb het gevonden. Ik ga hier even naar
ethos even naar binnen. Progest en dan ga ik daar iets doen. Maar dat vertel ik zo. Zo, ik ben wel buiten. Alleen er is iets misgegaan. Bij ethos kon je tot 5 mei e-tickets kopen. Nou blijkt achteraf dat je dat nou via Toverland moet doen. Helaas, dus ik ga dadelijk even ook bellen. Want ik ben toch hier vlak bij mijn ouders in de buurt. En ja goed, eerst zeggen ze oké, en dan is er een probleem. En dan, ja goed, dan moet ik even voor gaan bellen. Dus, ach ja, kan altijd gebeuren. Ondanks dat is het niet, ja goed, is de fout dan van ethos in dit geval. Niet van Toverland. Ja, ik ga er vandoor. Ik sta bij de scooter. Ja, hier hebben ze zo'n fietsstalling hier. En daar, ja goed, openbare fietsstalling. Daar kan je gratis fiets en brommer plaatsen. Ik heb even contact gehad met Toverland. En het schijnt dat er een heel groot probleem is met die tickets schijnbaar. Nou adviseren ze van doe het liever online. Dan weet je zeker dat je een gereserveerde plaatje hebt als in de winkel kopen. Dus waarschijnlijk is er iets met Toverland en ethos. Dat is het dus eigenlijk een probleem. Dat tussenin eigenlijk. En ja goed, voor de rest kan ik ook niks aan doen. Maar ik heb wel het geld teruggekregen wat ik betaald heb. Want ja goed, dat is dan wel weer netjes, daar niet van. Maar het zijn geen goede zaken. Maak je eerst afspraak, maar attractiepark en ethos om leuke om mensen behoorlijke korting te geven, want dat was ook echt een behoorlijke korting. En dan krijg je nou in één keer dit. Maar ja goed, maakt voor de rest niet zoveel uit. Ik ga er even vandoor en dan gaan we dat doen. Alright. Zo, en even een stukje rijden. Ben ik weer bij mijn ouders. Dan kan ik ze dat ook weer vertellen. Huh? Ja, geen post is het allerbelangrijkste. Huh? Ja goed, maar ja, kan altijd gebeuren. Hè? Nou, ik ga binnen koffie drinken. Toedeloe. Oh, we hebben de boel hebben opgeruimd. En dan sta ik even in de keuken. En dat is één ding wat betekent. Dat de kat hier ook is, want er moet nog even vandaag uitgelegd worden. Ik ga heerlijk lekker koken. En wat gaan we koken? Tadaa! Heerlijke grillaardappeltjes, lekkere kipsalade is dat, lekkere Duitse frikandellen noemen hun dat. En dan hebben we dan nog heerlijke erwten en wortelen. Dus dat ga ik maken en die hadden we ook nog van de cupcakes van toen. Maar ja goed, dat blijft toch altijd wel goed. Dus ik ga jullie neerzetten en dan neem ik jullie gezellig mee met koken. Welkom bij Koken met Walter. Oh. Ja. Het is vandaag alleen maar voor te bakken. Echte wortelen. Ja, kom eraan. Dat zit erin. Ook een koekenpannetje. En die. Even een mesje. Ja, ja, dames en heren. Let goed op, let goed op. Dat is Linda. Hallo. Hallo. We kijken wat hier. Ja. Ja, voor jou ligt naar huis gaat. Zo. Ja. Hebben we dat ook alweer gedaan? Ja, dan gaan we heel erg lekker koken. Koken met Walter. Laten we even opruimen. Nou, dan zetten we dat hier. Kijk, het zijn nog andere gehaktballetjes. Ja, ik noem dat gehaktballen gewoon. Klaar. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, dan is dat.
We hebben niet zo heel veel nodig. Ja, en de kat is ook hier. Huh? Wat zeg jij allemaal? Gezellig, hè? Ja? Och, jongen toch. Huh? Ja. En toen? Ja, en toen zei hij niks. Huh? En je ruikt ook gelijk die blueband, zeg maar. Dat is heerlijk. Alle ballen doen we er al in. Ja, zo. En dat ook gelijk weggooien. Hopla, dat hoeft niet omgespoeld te worden. Dat scheelt wel van mij, hè. Hopla. Dat ga ik ook maken. Hectisch, hectisch, hectisch. Help, help, help. Nee. Hier doe je dat normaal ook altijd. Oh, ik wil de echte wortel aanzetten. Gewoon roeren. Goed omdraaien. En dan kan ik even een oplepel. Ja, we pakken weer maar een grote wang. Dat is ook goed. Ja. En zo koken we. Lekker verder. Dat ga ik zo meteen maken. En kijk. Heerlijke aardappeltjes, de balletjes en dan ben ik nog het vergeten. Hallo? Hallo. Oh ja! En een pizza. Voor mij ga ik lekker pizza eten. Ja. Want ik vind dat niet zo lekker, dat weet je hè, papa. Ja. Dat wisten we al. Alsa. Pardon. Ja. Hoe was het bij het vriendje? Vertel eens tegen de kijk. Heel leuk. Ja? Ja. Doei. Doei. Zo, en stap. En dan kunnen we dadelijk ook heerlijk eten. Ja, en terwijl de camera gewoon doorloopt, jullie zien het allemaal. En de kat is ook hier. Ja. En dan is de chaos weer compleet. Hè? Dan is de chaos weer compleet. Ja, nou, dan ga ik even die salade even maken. Hopla. Het is handig dat alles in plastic is, hè? Zo. Dat ook weg. Het eten in de gaten houden. En dan kunnen we dadelijk zo eten.
En dan de frikandellen, heel lekker. Zo, picobello in orde. Even schudden. Schudden voor gebruik. Zo. Dat wel even een beetje omspoelen. En dan gaat het daar ook weg. Proberen we het een beetje te rustelen. Even daarop en dan ik ga dit even op tafel zetten. Linda heeft de tafel gedekt en dan moeten we even wachten op het eten, tot het eten klaar is. Yay! De oven is klaar. Misschien gaan we dan even kijken wat er is. Het is vandaag een plastieke dag. Ja, en dan kunnen we over 10 minuutjes eten. Ja, en even terug te komen op de ethos. Deur hier dicht. Ik zat me toch nog even wachten, dus eten is wel bijna klaar. Alleen de pizza moet nog 8,5 minuten. Maar even terug te komen op ethos. Het is gelukt. Wat is nou het geval? Ze hebben vorige week hebben dat reclame gekregen, dus daar ging dat vanaf maandag in. Maar wat was er nou? Maandag, dinsdag kon je dan de QR-code in de winkel afhalen. En wat heeft Ethos nou gezegd? Je moet het via onze site doen. En dan kan je die kaarten alsnog krijgen. Dus ja goed, ik heb ook even gebeld en even informatie nagevraagd van hoe zit dat, hoe kan dat. Tot nou in één keer alles anders is. Ja goed. Ze begrepen er zelf van Toverland ook niet heel veel van. Alleen, goed, het is nog eenmaal gebeurd dat het van Ethos uitkomt. Die maken dan de beslissing en dan zeggen ze gewoon ijskoud, bestel de kaart maar via online. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb het allemaal in orde wel, dat niet van. En het is ook allemaal mooi. Dat we een e-ticket nou hebben, dus ja goed. Maar wanneer we daarheen gaan, dat weet ik nog niet. Maar dat merken jullie wel vanzelf. Dus, maar het was even een romslomp, want ik heb daar, wat ik al zei, 10 minuten kwartier in de winkel heb ik staan wachten. En goed, eigenlijk mag dat niet, maar ja goed, het gebeurt. En dan kan je wel zeggen, ja maar potje aan 3 dubbels, ik heb dit besteld en ik wil heel graag die kaart hebben. En, maar dat bereik je toch niet heel veel mee. Dus dit is even een tip voor jullie. Blijf kalm, blijf rustig, wacht geduldig. Dan komt ook alles weer dik in orde. Dus ja goed, ik moet wel zeggen, ik had wel betaald. En ik heb ook netjes het geld teruggekregen van de zaak. En ja goed, dat zijn kaarten wat wij hebben, kosten nu momenteel 30 euro. Dus dat is boven de 1,40 kosten 30 euro en onder de 1,40. Betalen ze 22 euro. Dus mocht je die kaarten nog willen kopen, want die actie loopt tot 5 mei, loopt die nog. En kijk dan als je daarheen wilt gaan, kijk dan alsjeblieft op de site van Ethos. Ik wil geen reclame maken, maar dat is even het punt. Wat nou is gebeurd. En ja goed. Het is even een dingetje geweest, maar uiteindelijk is het toch wel goed gekomen. Dus ik heb even een belletje moeten plegen, tenminste een paar belletjes moeten plegen. Zowel naar Ethos als naar Toverland. Ja goed, als ik iedere keer terugbel naar Toverland, krijg je iedere keer iemand anders aan de lijn. Nou goed, even weer het verhaal verteld en cetera. Dus, maar ja goed. Het is gebeurd.
misschien een tip voor de ethos mensen wat daar werken, om de volgende keer even niet meer in een krantje, want het stond echt in een krantje. En zodoende ben ik dan gaan halen. Dus ja, dan weten jullie ook gelijk wat de kaarten kosten en wat ik betaald heb. Dus, maar goed, hij moet nog 5 minuten. En dan betreft de kaartjes, is allemaal dik in orde. Want Toverland is een heel leuk attractiepark. Ja, is een beetje uitgebreid. Mocht je er naartoe willen gaan, ik zou zeggen pak je kans als het kan. En dat is heel erg leuk in Zevenum. Dus ik wacht nog even. Dan kunnen we eten. De oven is klaar. Dus kunnen we langzaam gaan eten. Ja, ik ga even afgieten, hè. En de kat is net ook verzorgd. Dus die gaat ook heel lekker eten en dan ga ik daar even mee aan de slag. Alright. Zo, en het eten staat op tafel. We gaan heerlijk lekker smikkelen, smullen van de heerlijke krultjes en de frikandellen, Duitse frikandellen en dat soort dingen allemaal. Dus, picobello in de oven. Zo, we zijn weer even wat verder en we hebben heerlijk gegeten. Dus, we gaan de boel gaan we opruimen. De kat had ook daar lekker gezeten en dan gaan we even dat doen en de aanrecht weer en dat soort dingen allemaal. Dus, even de slag. En dan kom ik daarna bij jullie terug. Like deze video. En we zijn weer wat verder. Kijk. Picobello. Alles ook weer schoon. Ik heb gedeeltelijk van het ontbijt hebben klaargezet. En dan ga ik bij deze ga ik de vlog afsluiten. Wortel ik ga afsluiten. Laat ik jullie even wat zien. Ja, goed. Moet je opletten. Het is zwaar bewolkt. Dat wou ik laten zien. Ja, dus dan ga ik bij deze ga ik de vlog ga ik dan afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou we hartstikke leuk en fijn vinden. Dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En als je dat doet, blijf je van alles op de hoogte. Ook als we live gaan. Dus toedeloe en ik hoop dat jullie echt genoten hebben van de vlog. Wij in ieder geval wel. Doei, tot morgen. Doei.